Welkom bij de workshop Strak afsmeren met ganache. Ik ga je leren hoe je ganache maakt en hoe je dit zo strak mogelijk om je taart heen krijgt. Pak je lesboek erbij en dan gaan we beginnen. Goed, we gaan ganache maken. Wat heb je daarvoor nodig? Chocola, slagroom en dat moet in een bepaalde verhouding zijn. Als je ganache maakt om af te smeren, moet het een stevige ganache zijn die veel stevigheid geeft aan je taart en daarom strak wordt. Er zijn verschillende verhoudingen voor de verschillende kleuren chocola. Witte chocola moet je in de verhouding 1 staat tot 3 gebruiken, dus 1 deel slagroom en 3 delen chocola. Melkchocola moet in de verhouding 1 staat tot 2, 1 deel slagroom en 2 delen melkchocola. En puur is 1 staat tot 1. Dus net zoveel gram slagroom als chocola. Dit staat ook in je lesboek om terug te lezen. Hoeveel ganache je nodig hebt voor een taart is altijd lastig te bepalen. De een smeert het heel dik, de ander smeert het heel dun. In het lesboek heb ik een aantal verhoudingen bij een aantal vormen taart gezet. Het is een beetje een soort gemiddelde, dus als je weet dat je zelf wat dikker smeert, dan zou je het iets naar boven kunnen doen. En als je denkt, nou ik smeer toch iets zuiniger, dan kun je er iets minder van maken. Goed, dan gaan we beginnen om de ganache te maken. Ik zet de kookpit aan. Ik heb gewoon een normale kookpan. En er gaat nu 200 ml slagroom in. Welke slagroom je gebruikt maakt niks uit. Het kan houdbare, lang houdbare slagroom zijn. Het kan gewoon uit zo'n bekertje zijn. Maakt eigenlijk niks uit. We gaan de slagroom opwarmen tot 70 graden Celsius. Zelf gebruik ik daar een thermometer voor. Die kun je erin hangen. En deze gaat zelfs piepen als het 70 graden is. Dus dat is lekker makkelijk. Je ziet echt dat er belletjes komen en dan weet je ook dat het voldoende is. Zo. Wat dan belangrijk is, is dat je hem van de pit afhaalt. En dan gaat de chocola erbij. Bij 200 gram heb ik dus 600 gram chocola nu toegevoegd. Door de kleine stukjes chocola smelt het er makkelijk doorheen. Het lijkt alsof het niet pakt, dus alsof de chocola niet met de slagroom mengt, maar dat doet het wel. Het enige wat je moet doen is blijven roeren tot het één geheel wordt. Dit is hoe je ganache eruit zou zien als je hem net gemaakt hebt. Als je dit nu op je taart gaat verwerken, dan krijg je het niet mooi strak. De bedoeling is dat het een aantal uren gekoeld wordt. Dat kan de nacht zijn bijvoorbeeld, of gewoon als je het 's morgens maakt, dat je het pas 's middags gaat gebruiken. Maar dit verdeel ik over 2 bakjes. Het liefst bakjes die straks ook in de magnetron mogen, als je met de magnetron gaat werken voor het opwarmen. En die zet je dan in de koelkast. Goed, ik heb een 15 centimeter biscuit gebakken en die gaan we zo recht mogelijk vullen, zodat we hem zo meteen kunnen afsmeren met ganache. Wat belangrijk is, is dat je deze, als je dit hebt, zeg maar, dat je dat even weghaalt. Er zitten soms van die velletjes aan. Dat kun je straks niet gebruiken als je gaat afsmeren met ganache, dus haal dat zoveel mogelijk weg. En dan ga ik hem doorsnijden en dan maak ik hem zo recht mogelijk. Wat ik dan doe, hij zit zo in het bakblik en we gebruiken hem zo om, maar je ziet al, hij is scheef. Dus wat doe ik? Ik leg hem zo om en dan ga ik rechte plakken van de onderkant afsnijden. Door elke keer rechte plakken te snijden, moet je een rechte taart krijgen. Je ziet dat ik hem elke keer wegleg, dus ik hoef niet mijn taartzaag te verstellen. Je ziet dat ik nu een heel klein plakje eraf snij. Dat is wat hem scheef maakte. Je kan er ook voor kiezen om deze plak niet te gebruiken. Ga je hem wel gebruiken, doe dan het volgende. Neem eerst zo heen.
En dan deze erop. En daarna stapel je net zo lang totdat je hem recht hebt. Het is wel lastig met die vulling. Deze laatste plak is zo onregelmatig dat ik hem liever er niet tussen heb zitten. Dan gaan we vullen. Ik begin met het kartonnetje waar je hem op legt. Zorg dat dat een niet te klein kartonnetje is. Je hebt die ruimte straks nodig om je smoother rechtop te kunnen zetten. Ik vul zelf altijd graag met jam. En ik heb nu gekozen voor Enchanted Cream. Maak ik aan met water en melk. En een lekkere smaakstof er doorheen. Passievrucht heb ik vandaag gekozen. Lekkere laag ertussen. Zorg dat die laag ook zo recht mogelijk is. Zodat je taartje ook zo recht mogelijk wordt. Dan weer een laagje erop. Zorg dat die lagen zo recht mogelijk op elkaar liggen. Steek dit ergens uit, duw eventjes en je ziet dat het zo een stukje kleiner wordt. Is het ergens te kort, probeer een beetje te trekken. Probeer hem echt zo recht mogelijk erop te leggen. Dan ga ik voor een lekker laagje abrikozenjam. En zo vul je tot je helemaal bovenaan gekomen bent. Wat ik dan nog doe is even met de spatel eromheen. Om de overtollige enchanted cream erin te duwen of eraf te schrapen. Zo, die is klaar voor de ganache. Als je ganache dan een paar uur in de koelkast heeft gestaan, heeft het deze dikte. Hier kun je natuurlijk geen taart meer afsmeren, dus we gaan hem opwarmen in een magnetron. Heb je geen magnetron, dan kun je het au bain-marie doen. Opwarmen in een magnetron doe je echt per 10 seconden. Als je ganache namelijk te warm wordt, draait hij van je taart af en moet je heel lang wachten tot hij weer de goede temperatuur heeft. Dat is overigens ook de reden dat we twee bakken hebben gemaakt. Als deze ganache te warm is, kan ik de koude ganache nog bij doen om het weer af te laten koelen. Deze ganache is nu 30 seconden erin geweest en je ziet dat hij al een beetje kneedbaarder wordt, maar zeker nog niet dun genoeg is. Het komt echt heel nauwkeurig. Ik heb hem alweer net iets te warm. Voor de eerste laag maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, dus ik laat het even zo. Hij koelt zo meteen vanzelf af naar de goede temperatuur. De eerste laag gaan we aanbrengen op het biscuit. Het noemen we een kruimellaag. Wat je eigenlijk doet is de kruimels vastzetten aan het biscuit, zodat in de volgende laag die je gaat afsmeren geen kruimels meer komen. Terwijl het taartje even afkoelt, die eerste laag moet even wat steviger worden, laat ik je even zien wat er gebeurt als je te lang opwarmt. Dan zie je dat de ganache in de schift gaat, dus dat de laag olie helemaal bovenop komt te liggen en onderin zit dan de chocola. Dit hoef je niet weg te gooien. Gooi dit alsjeblieft niet in de prullenbak. Ik hoor het vaak van mensen die dit weggooien. Het is echt niet nodig. Het is een kwestie van blijven roeren en af laten koelen. En dan zul je zien dat uiteindelijk het gewoon weer één geheel wordt. Heb je nog koude ganache staan, kan je die er even bij ingooien en dan zul je merken dat het nog sneller gaat. Kijk, je ziet eigenlijk al dat het redelijk snel één geheel wordt. Bij een grotere portie zal het iets langer duren.
Goed, ik heb hem weer even iets af laten koelen. Hij is nu ongeveer 25 graden. Ik heb even de thermometer erin gehouden voor je. Dus als je erin hebt, kan je checken door te kijken dat je ongeveer 25 graden hebt. Het heeft een beetje deze dikte. Het is nog steeds wat aan de slappe kant. Het mag ietsje steviger. Maar het wordt ook steviger op het moment dat je het op je taart doet. Dus dat is niet erg. Wat ik nu ga doen is echt overtollig veel ganache erop smeren. En dat ga ik dan later, ga ik het overtollige eraf halen. Dus laat je niet, schrik niet van de hoeveelheid die erop gaat. Er gaat straks weer wat vanaf. Ja. Wat belangrijk is dat je geen afgeronde hoeken hebt. Dus dat je echt op die hoeken genoeg ganache hebt zitten. Mijn ganache is nog steeds behoorlijk vloeibaar, dus ik laat het even een klein beetje opstijven. En dat is ook de reden dat ik er 3 lagen op gezet heb. Omdat hij nog best wel vloeibaar is. Het mag dus gerust met iets steviger en dan kan je het ook wat meer tegen de zijkanten aanduwen. Als je ziet dat het wat minder gaat glanzen, dan is het tijd om het overtollige eraf te schrapen. En wat je dan doet is je zet de icing smoother rechtop. En daarom heb je wat groter kartonnetje nodig. Als het namelijk een kleiner kartonnetje is, dan heb je dit. Dus daarom heb ik een wat groter kartonnetje gekozen. En je zet hem redelijk ver in de ganache. Dus hij moet hem echt goed raken overal. Want als hij op een deel niet raakt, krijg je daar gaten. En dan ga je het eraf schrapen. Nou, je ziet al, ik duw niet hard genoeg, want hier schraapt hij niet af. Dus dan wordt het nooit recht. Dus nog een keer. Harder duwen. Kijk, nu schraap je hem helemaal af. Elke keer even de ganache afsmeren aan je bak. En hieronder heeft hij al niet genoeg, zoals je kunt zien. Ik ga eerst even een rondje doen. Zo. Wat je dan gaat doen is de plekken waar je ziet dat je hem niet goed geraakt heeft, even een klein beetje extra ganache geven. En ook daar waar ik mijn biscuiten doorheen zie, even een klein beetje extra. Het ligt er natuurlijk ook aan of hier nog een laag fondant overheen gaat, dan is dat niet storend. Maar als je het zo wil laten, dan wil je dat natuurlijk niet zien. Goed, ik heb nog een beetje overal een beetje bijgesmeerd. Dat kan prima. En dan ga ik hem nog een keertje afsmeren. Het is echt belangrijk dat je je smoother rechtop houdt. Wat je hier ziet is dat ik daar te weinig ganache heb om een strakke hoek te kunnen maken. Dan haal ik nog wat ganache uit mijn bak en die smeer ik daar erbij.
En wat we dan gaan doen is de bovenkant afsmeren. Wat je doet is je zet hem op de goede hoogte. En je smeert, je schraapt het er eigenlijk gewoon vanaf. Dan heb ik hier weer een klein stukje waar die net te laag is. Kijken of ik nog een beetje warme ganache heb. Smeer ik weer wat in. En ga ik er nog een keer overheen. Deze kleine rafeltjes, die kun je als het wat harder geworden is, kun je die heel mooi wegpoetsen. Nu kan het ook al een beetje, maar als je even wacht tot het hard geworden is, dan kun je ze er bijna zo in één keer afpoetsen. Nou, dan hebben we een redelijk strakke ganache taart. Goed, nou, ik hoop dat het gelukt is. Kijk nog vooral ook even in je lesboek, er staan nog wat extra tips in. Als je vragen hebt, kun je ze me altijd stellen. Dat kan heel mooi in de Sweetie Cake Club. Die kan je op Facebook vinden. Dan kan je klikken op lid worden en dan laat ik je toe. Ik hoop dat je hele strakke taarten gaat maken met deze technieken. Je kan nu kan je dit bekleden met fondant. Dan is het de bedoeling dat je hem even iets nat maakt met een kwastje of zo. En dan kan je gewoon je fondant eroverheen doen. En dan wordt het echt super strak. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld nu een drip erop maken. Dus dat je zo van die druipende ganache over de rand laat gaan. En nou ja. Bedenk de variaties verder maar. Veel plezier ermee. Doeg! Hey, ik heb een leuke bonus voor je. Ken je dat? Zo'n taart waarvan die gekleurde druipen zo van de taart afdruipen. Dat gaan we doen. Ik ga je precies laten zien hoe het werkt. Wil je mee? Goed, we gaan een drip maken. Ik heb de ganache opgewarmd tot ongeveer 39, 40 graden. Dat is aanzienlijk warmer dan dat ik het net had. Dan kan je gewoon kleurstof aan toevoegen. En dat kan gewoon normale gel kleurstof zijn die je anders ook voor je fondant gebruikt. En natuurlijk een beetje snel werken doen, want zodra het afgekoeld is, dan druipt het niet meer zo mooi. Nou, lekker kleurtje roze erdoor. En in een spuitzak. Klein puntje van de spuitzak afgeknipt. En nu ga ik over de rand de druppels laten druipen. Daar waar je een druppel wil, knijp je even iets langer. Dan zul je zien dat hij verder naar beneden druipt. Vind je dit te dikke druppels, dan kan je een iets kleiner gaatje in je spuitzak maken. Vervolgens spuit je de overige ganache over de bovenkant uit en die ga je proberen nog zo glad mogelijk te krijgen. Doe met een paletmes.
Door je taart voor de tijd te koelen, zakken de druppels wat minder ver naar beneden. Dus dan zou je dit nog een klein beetje eerder kunnen stoppen. En klaar is die.